Veel hun problemen niet onder de mat. Wat je wilt. En ik geloof in Vlaanderen dat nog over de taalgrens kijkt. ArcelorMittal klinkt nog altijd hetzelfde in Luik als in Gent. Het is crisis, kameraden. En dan weten wij socialisten wat te doen. Niemand achterlaten. Samen aan één zeel trekken. Voortbouwen op onze erfenis. En dat is er één van solidariteit en hoop. En nu we toch bezig zijn, kameraden, laat ons even luidop zeggen hoe we in deze crisis zijn geraakt. Dat is door de risico's die speculanten en banken hebben genomen met uw spaargeld. En dan durft de baas van Belfius het aan om ons terecht te wijzen, omdat we dat speculeren eindelijk gaan belasten. Meneer Boekaert, ik ga u eens aan iets herinneren. Wij zijn het die met ons belastingsgeld uw bank hebben gered. U werkt voor ons. En de Vooruit, vrienden, is meer dan een monument. Kameraden, de Vooruit is ons verleden en het is onze toekomst. Een toekomst
waarin Vlaanderen opnieuw van u is en van mij. Een toekomst waarin Vlaanderen opnieuw van iedereen is. Bedankt. En vrienden, er is toch nog iets speciaals aan deze dag. Vandaag is de dag waarop één man al 55 jaar lang, de meesten onder u lopen nog niet zo lang in de stoet, maar waarop één man al 55 jaar lang in elke stoet voorop heeft gelopen, ons elke keer weer in goede banen heeft geleid. Eén man die op zijn eentje belichaamt waar onze beweging voor staat. Die man, dames en heren, die stel ik u graag voor. Hij verdient uw grootste respect en uw luidste applaus. Vrienden, kameraden, Julia Engelrest. Julia, je hebt mij net gezegd dat je zelf niet zou spreken omdat je een beetje hees bent vandaag. Wij begrijpen waarom. Maar weet dat wij allemaal u heel dankbaar zijn en dat het op mensen als jij is en de traditie die jij belichaamt, dat onze beweging vandaag voortbouwt. Het is een erfenis die we met z'n allen zeer zorgvuldig gaan behandelen. Wij gaan met z'n allen, zoals jij het altijd hebt gezegd, goed zorg dragen voor elkaar. En het zou mij plezier doen, Julien, mocht jij samen met mij hier blijven om de internationale te zien.